Simone Kets, ja, 2-2, wie had dat gedacht? Ja, eigenlijk niemand. Of nou ja, we hadden het gehoopt en we hebben er hard voor gewerkt als team. En je ziet dat we het toch kunnen behalen. En ik denk dat we daar trots op mogen zijn. Absoluut, want het was wel even, ja, toch wel schrikken dat heel snel die 2-0 van Ajax kwam. Hè? Ja, dat was echt wel schrikken. En ik had ook een beetje het idee dat we het lieten voor wat het was. Alleen, ja, weet je, uiteindelijk gaan we er gewoon nog vol voor. En denk ik dat we het echt als team doen, zoals we het vorige week ook hebben gedaan. Eigenlijk de rest van het seizoen. Maar ja, weet je, uiteindelijk doen we het gewoon. En we doen het niet alleen, we doen het echt als team. Ja. En zo haal je prestaties en dat zie je wel. Wat voor situatie was dat? Nou, de wind stond eigenlijk, de hele tijd al in de goal, zeg maar. En ik denk, weet je, ik probeer het gewoon en je weet het nooit natuurlijk. Of iemand loopt er tegenaan of hij gaat er vanzelf in. Ja. En ja, uiteindelijk maakt dat de 1-2 en maken we nog een 2-2. En ja, weet je, dat is iets waar je echt heel trots op mag zijn als team. En dat is denk ik ook een kwestie van nooit opgeven en daar staan we eigenlijk wel onbekend. Maar het was echt knokken. Het ging de hele tijd tot de 70ste minuut, ja, toch wel vrijwel gelijk op. Kansjes hier, kansjes daar. Ja, weet je, het zou zo zuur zijn als dat je de keihard voor werkt en eigenlijk de hele wedstrijd soort van gelijk opgaat. En dan de laatste, 10 minuten het eigenlijk een soort van weggeeft. Maar ja, dan krijg je een soort opleving als team en dan doe je het gewoon met elkaar. En dan zie je dat je eigenlijk gewoon nog 2-2 kan halen. Mooi, hè? Zeker. Nee, echt. Ik ben echt blij en ik ben ook echt trots op het team. En hier kunnen we weer verder opbouwen. Zeker, weet je. Tot slot... Ja, voor jezelf tevreden over de wedstrijd zelf? Ja, zeker. Nou ja, weet je, momenten dat we wat scherper moeten zijn voor de goal. Ik bedoel, in de eerste paar minuten krijgen we wat kansen. Ik denk dat we die ballen gewoon moeten gaan leren afmaken. Want zoveel krijg je er niet tegen Ajax. En uiteindelijk, weet je doet het als team. En ik kan eigenlijk alleen maar één ding zeggen. We hebben het als team gedaan. En daar kom ik ook eigenlijk heet het weer op terug. Omdat ik gewoon zo trots ben. Nou, hartstikke goed. Dankjewel.